En dit vind ik echt heel bijzonder dat iemand het zegt. Hoe ik dit ooit in mijn leven zou kunnen volhouden. Ik was best wel een makkelijke slachtoffer geweest. Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik weer eens reageren op jullie roddels over mij. Ik heb het al een tijdje geleden aan jullie gevraagd op Instagram. Mocht je dus eens willen meedoen met zo'n video als dit, volg me even op Instagram en daar zie je dit soort oproepjes. Ik heb de roddels al een tijdje geleden gescreenshot. Ik ben eigenlijk alweer vergeten wat ze allemaal zijn. Ben een beetje zenuwachtig. Ik vind het altijd wel heel erg leuk, maar tegelijkertijd ook een beetje creepy en eng. Om de roddels over mezelf te horen en te lezen, bedoel ik eigenlijk. Het is toch elke keer weer bijzonder wat jullie over mij denken. En wat jullie over mij horen. Ik weet natuurlijk niet of het bedacht is of echt gehoord. Nou, anyways. Ben je benieuwd wat de roddels zijn en of ze waar zijn of niet? Mocht er een verhaal zijn achter een bepaalde roddel, dan zou ik die natuurlijk ook in deze video gaan vertellen. Dus, anyways, laten we gewoon beginnen. Ik heb hier de eerste en iemand zegt, je comment bij andere YouTubers om zelf meer volgers te krijgen. En ik snap heel goed dat iemand dit zegt, want heel veel mensen doen dit. Ik heb dit in het verleden heel erg veel gedaan. Ik moet zelfs heel eerlijk zijn, toen ik net met mijn YouTube kanaal begon, was dit iets wat zelfs op mijn to-do-lijst stond. Ik merkte toch echt dat als ik heel veel commentte bij andere kanalen, dus niet alleen grote YouTubers, maar ik commentte letterlijk bij iedereen, dan kreeg ik inderdaad meer volgers daardoor. Dat komt natuurlijk omdat je naam veel vaker voorbij komt. Stel, je hebt ergens onder een video gecomment en diegene zijn kijkers die kijken tussen de reacties en denken van, goh, deze heb ik nog niet eerder gezien, wie zou dit zijn? Dan kunnen ze even een kijkje nemen en ik weet wel dat ik af en toe wel 12 abonnees per avond op deze manier erbij kreeg en dan had ik echt wel een hele goede avond. Dus inderdaad, dat heb ik gedaan. Maar dat doe ik niet meer. Ik ben eigenlijk heel slecht in commenten. Ik probeer wel echt te commenten bij mijn vriendinnen in ieder geval. Maar ook dat doe ik veel te weinig terwijl ik de video's wel kijk. Dus dat is zeker niet meer van toepassing, maar dat is het wel eens geweest. Dat je bezig bent met je eigen make-uplijn. En dat klopt niet. Ik ben helemaal niet bezig met een make-uplijn. Ook niet een samenwerking met een ander bedrijf of zo. Of een eigen make-uplijn opzetten. Staat eigenlijk ook niet op de planning binnen nu aan 5 jaar, zeg maar. Nee, ik ben er nog echt helemaal niet mee bezig. Het lijkt me natuurlijk wel leuk. Maar de druk van goede kwaliteit, genoeg kleuren en alles lijkt me heel heftig. En daar ben ik gewoon niet aan toe. Een volgende roddel is dat je YouTube als werk doet en verder geen werk hebt. En ik kan dit niet echt als zo'n roddel bestempelen, omdat ik dit natuurlijk al meerdere keren zelf heb gezegd. Dat klopt inderdaad. Ik heb verder geen werk. YouTube is mijn werk. Daarnaast heb ik natuurlijk nog Fashion Flavor. Voor degenen die het niet weten, dat is mijn eigen kledingwebshop. Je kan daar sieraden kopen, kleding. Ik heb nu toevallig alles van Fashion Flavor. Mijn haarband, mijn oorbellen en mijn jurk. Self-promo, maar dat doe ik er ook bij. Dus wat dat betreft doe ik dan niet meer alleen YouTube. En Instagram zit er natuurlijk ook bij, maar dat is, ja, alles zit bij elkaar. Maar inderdaad, ik werk niet voor een werkgever. Ik heb gehoord dat je nog nooit gepest bent. Love you. Love you too. Inderdaad, ik ben in mijn leven niet gepest. Ik zit even te denken, volgens mij heb ik dit zelfs ook al een paar keer in mijn video's gezegd, omdat andere mensen er ook naar vroegen. Ik moet eigenlijk zelfs zeggen dat ik, nou ja, ik ben er niet verbaasd over, maar ik ben er wel heel erg blij mee, want ik was eigenlijk wel een hele makkelijke slachtoffer geweest, als ik zo achteraf bekijk. Omdat ik, toen ik naar Nederland kwam, was ik best wel onzeker. Ik had geen vrienden. Ik kon geen Nederlands, terwijl al mijn klasgenoten dat wel konden. Ik kwam ook een maand, misschien wel anderhalve maand later in de klas dan de rest. Dus iedereen zat al 5 of 6 weken in de brugklas en iedereen kende elkaar. En toen kwam ik erbij als een buitenlands meisje die geen Nederlands sprak en ook nog later dan de rest. Denk ik achteraf van, wow, ik was best wel een makkelijke slachtoffer geweest. Maar gelukkig heb ik echt hele lieve klasgenoten gehad. En ik had überhaupt niet echt het idee dat er veel gepest werd in mijn klas. Misschien heb ik het
nooit gezien. Maar ik heb echt wel mazzel gehad met mijn klasgenoten wat dat betreft. Dat je altijd make-up op hebt, omdat je zonder niet naar buiten durft. Dus Alex altijd mega lang moet wachten. Ik snap wat je zegt. Ten eerste, ik hoef niet altijd make-up op. Als je mijn weekvlogs volgt, weet je dat ik zelfs 4 van de 7 dagen niet eens normale kleding aan heb. Maar gewoon pyjama en mijn badjas en mijn haar en een knot met zo'n aura van babyhaar. En geen make-up inderdaad. Ik vind het helemaal geen probleem om zonder make-up en in mijn pyjama boodschappen te gaan doen. Doe ik ook regelmatig. En ik heb zelfs laatst een gesprek met hem over gehad. En ik zat dus in mijn pyjama. Gewoon niet opgemaakt. Mijn haar in zo'n knoedel. En gewoon living my best life. Ik zei dus tegen Alex van, weet je wat gek is? Ik zit hier in mijn pyjama, in mijn fluffy pak, in mijn dingen en ik zie er niet uit. Maar voor mij is dat gewoon echt geen probleem om zo naar de winkel te gaan om boodschappen te doen of zoiets. En hij zat volgens mij ook in zijn pyjama naast mij. En toen zei ik zo van, jij moet je sowieso omkleden. Een spijkerbroek aan, je moet je haar gaan doen, je moet parfum op. En hij zo, ja inderdaad, ik zou echt niet zo naar de winkel kunnen. Dus dat is best wel een verschil tussen ons. Hoewel het altijd lijkt... Jezus, ik verslik. Wat ik wou zeggen, en toen verslikte ik mezelf, is dat vrouwen heel vaak veel ijdeler... Jezus, nou kan ik niet meer praten. Anyways. Dat wij veel ijdeler lijken dan mannen. Maar dat is ook vaak niet het geval. En dat is bij mij ook zo. Dus ik vind het zeker geen probleem om geen make-up op te hebben. En mijn dingen te gaan doen. Alex hoeft ook niet zo lang op mij te wachten. Tenminste, hij doet altijd alsof hij lang op mij moet wachten. Stel, we gaan uit eten. Nee, dit is geen goede voorbeeld. Laten we zeggen, we moeten ergens naartoe. Stel, als wij naar familie gaan of zo. Doet Alex altijd wel alsof hij heel lang op mij moet wachten. Maar dan... gaat hij dus zitten en dan ben ik klaar. En dan zeg ik, ja maar kon je niet dan even, als je toch aan het wachten bent hè, kon je dan niet even dit pakken en dit pakken wat we bijvoorbeeld mee moeten nemen of weet ik veel. Maar hij wil dan graag op mij zitten wachten terwijl er nog genoeg dingen gedaan moeten worden voordat wij vertrekken. Bijvoorbeeld dingen bij elkaar rapen die we mee moeten nemen. En dat doet hij dus niet. Dus ik zeg... joh, als je niet zo lang op mij wil wachten, pak dan die spullen bij elkaar. Want als ik dan klaar ben, 5 minuten na hem, moet ik nog wel 10 minuten al die zooi bij elkaar gaan rapen. Terwijl hij dat ook heel makkelijk kon doen en dan hoefde hij dus niet op mij te wachten. Dit was echt een veel te lang verhaal, maar maakt niet uit. Dat je graag terug naar Litouwen wilt verhuizen. Dat is heel erg lang een ding geweest in mijn leven. Vooral toen ik nog niet zo lang in Nederland woonde. Ik denk dat... ik inmiddels wel 5 of 6 jaar in Nederland woonde toen ik zei, weet je, ik hoef niet meer terug naar Litouwen om daar te wonen. Dus ik heb daar zeker wel 4 of 5 jaar last van gehad, dat ik wel echt terug wilde. Ja, op een gegeven moment dan ga je er wat meer en volwassener over nadenken, denk ik. En dan zie je ook wel dat je hier je leven aan het opbouwen bent en dat mensen daar hun leven aan het opbouwen zijn en... Het matcht ook niet meer. Verschil tussen Litouwen en Nederland vind ik ook heel groot. Heel erg merkbaar voor mij. En ik zou dat gewoon niet meer kunnen. Ik zou gewoon niet meer in Litouwen kunnen wonen. Ik heb vaak gehoord dat je video's maakt met tegenzin. En dat vind ik echt heel bizar dat je dat vaak hebt gehoord. Want het is dus helemaal niet zo. Natuurlijk zijn er soms dagen dat ik me wat minder voel. En dat ik denk, maar ja... Ik moet vandaag wel, ook als ik me wat minder voel. Maar als ik me echt slecht voel en ik denk van ik wil gewoon echt niet. Dan ga ik ook absoluut geen video's filmen, want dat zie je. Weet je, ik kan hier wel heel vrolijk doen en blij en whatever. Maar je ziet het op de camera als je iets doet met tegenzin. Dus dat is echt niet zo dat ik video's maak met tegenzin. Dat je eigenlijk niet onzeker bent en alleen alsof doet om complimenten te krijgen. En dat vind ik ook heel bijzonder dat dit gezegd wordt, want ik zeg vaker in mijn video's dat ik niet onzeker ben. Ja, er zijn wel wat dingen die ik zou willen veranderen aan mijzelf, maar het is niet per se omdat ik onzeker ben. Ik kan me nou even niet herinneren dat ik heb gezegd, joh, ik ben onzeker. Ja, misschien een keer over mijn borsten of zo, maar het is niet...
iets waar ik 's nachts wakker van lig. Het is ook niet iets wat ik nu direct zou willen veranderen omdat ik er zo onzeker over ben. Ik herken mezelf er niet in. Iemand zegt... Nou, we hadden zo straks een roddel over dat ik bezig ben met mijn eigen make-uplijn. En iemand anders zegt, en dit vind ik echt heel bijzonder dat iemand het zegt, dat jouw make-uplijn slechte stoffen bevat. Ten eerste, ik heb geen make-uplijn. Ten tweede, ik heb geen make-uplijn. Over welke make-uplijn heb je het? Ik heb wel eens in het verleden een AliExpress make-up getest. Die video's heb ik offline gehaald, omdat ik er niet meer achter sta, omdat ik... toen later erachter kwam dat inderdaad AliExpress slechte stoffen bevat. En dat het echt heel gevaarlijk kan zijn voor je gezondheid. Dus ik dus dat zou ik ook niet eens meer willen promoten. Nee. Nee. Iemand anders zegt... Christina is eigenlijk gewoon Nederlands. En technisch gezien klopt dat. Want ik heb mijn nationaliteit veranderd. Dat heb ik gedaan toen ik... volgens mij 17 was. Daarvoor had ik een Litouwse nationaliteit. Ik ben in Litouwen geboren. Mijn moeder is half Litouws, half Russisch. En mijn vader is helemaal Russisch. Dus dat maakt mij geen Nederlander. Zeg maar, mijn bloed is niet Nederlands. Maar mijn nationaliteit wel. En iemand anders zegt... En hier ging ik echt stuk om. Want ik vraag me af hoe ik dit ooit in mijn leven zou kunnen volhouden. Iemand zegt dat je je accentje nep doet. Ik denk... Ja, weet je wat? Dat is waar. Ik doe mijn accentje nep. Want dit is eigenlijk hoe ik praat. Nee jongens, ik zou dat niet eens kunnen... Weet je hoe erg ik mijn best doe om zonder een accent te praten? Als je mij zou horen 5 jaar geleden en nu, zou je best wel een soort van stijgende lijn zien als een accentloos praten. Maar ik kan niet beter. Ik kan niet anders dan dit. Ik doe mijn best, echt waar. Maar het lukt me gewoon niet. Ik kan letterlijk geen enkele taal zonder accent spreken. Het lukt me niet. Niet meer. Althans, ik kon dat heel goed accentloos Litouws praten. Maar dat kan ik ook niet meer, omdat ik dus heel veel Nederlands praat in mijn leven. Ik heb gehoord dat jij en Rebecca ruzie hebben met Charlotte. En dat jij ruzie hebt met Sabrina. Wauw. Jij wil echt tea en juice en roddels. Ten eerste, ik kan natuurlijk alleen voor mezelf spreken. Ik kan niet spreken voor Rebecca. Ik heb geen ruzie. Met niemand niet. Ik ben niet zo een persoon om die met mensen ruzie maakt. Ik heb geen ruzie met Sabrina. Ik zag Sabrina laatst bij Rebecca's gender reveal party. En toen hebben we ook afgesproken van... joh, laten we binnenkort weer even afspreken. Dus dat gaan we ook binnenkort doen. Dus dat zou een beetje raar zijn als we ruzie hadden. We hebben ook nooit ruzie gehad zelfs. En dat ik ruzie heb met Charlotte, dat klopt ook niet. Wij zagen elkaar sowieso niet echt vaak. En nu is het contact wat verwaterd. Wat super menselijk is en helemaal niks ergs betekent. En het betekent dus ook niet dat we ruzie hebben. Iemand zegt, en dit gaat over samenwerkingen, dat je de producten van Paula's Choice helemaal niet fijn vindt, maar de samenwerking wel heel fijn. Ik heb inderdaad best wel een langdurige samenwerking met Paula's Choice. Ik gebruik hun producten, nou, ik denk nu al wel bijna 2 jaar. En dan afgelopen herfst had ik dan voor het eerst een betaalde samenwerking met hun. Wat ik echt super tof vond. Echt super, super tof. Ik gebruikte Paula's Choice toen al zo ontzettend lang. Ik was er echt enorme fan van. Dus hoe mooi is het dan om een betaalde samenwerking aan te gaan met een merk die je toch al gebruikt en toch al heel erg fijn vindt. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dus het is zeker niet waar dat ik Paula's Choice niet fijn vind. Sterker nog, het is een van de fijnste skincare merken die ik ooit in mijn leven heb geprobeerd. En ik zou niet een merk zo vaak op mijn kanaal laten voorkomen of zo vaak erover hebben als ik het niet fijn zou vinden. En dit was hem alweer, jongens. Dat waren de roddels over mij. Ik hoop dat je... Zo, mijn stem. Oh ja, mijn echte stem zonder accent probeert nou ineens er doorheen te komen. En ik moet hem even weer terugdouwen.
Maar jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video. Wil je een deel 3? Laat het even weten bij de comments. Ik wil ook wel deel 3 maken. Ik vind het leuk. Ik vind het grappig. Ik denk dat jullie op deze manier maar ook veel beter leren kennen. Anyways, bedankt voor het kijken van deze video. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!